Ja, ik ben architect Vermeers van Exit Architectuur. We zijn deze dag eigenlijk uitgenodigd van ATAP. Wij hebben eigenlijk onlangs met hen een project gedaan, waarbij we dus gebruik gemaakt hebben van een DPE-folie met daar de verkleefde zonnepanelen eigenlijk op. Het is ook een van de redenen geweest binnen ons project. We zaten met een passief gebouw, waarbij we met enorm hele grote overkragende vaste luifels zaten die eigenlijk de zonnebeheersing van het gebouw moesten doen. En die zware overkragende luifels waren enorm determinerend op het gebied van de overbelasting op eventuele fotovoltaïsche panelen en dergelijke meer. Met dat gegeven eigenlijk zijn we dan eigenlijk in samenspraak met ATAP de zaak gaan bekijken om eigenlijk het gewicht op het gebouw zelf en de overkragende elementen die constructief dan al waren aangepast met zo licht mogelijke materiaal om de overkraging zo ver mogelijk te laten gaan, om dat eigenlijk daar in overeenstemming te stellen eigenlijk. Vandaar is dat project dan eigenlijk tot stand gekomen. In de uitvoering toe was het dan ook zodanig dat we met het passief gebouw zaten we ook met het gegeven van de witte folies die wij gebruiken, de reflectering, al die zaken die toch mee enorm in het spel meespelen eigenlijk, hebben we eigenlijk daar ook dus kwamen ook naar voren in dat project. Verder zijn we ook nog met een aantal andere projecten bezig die daarvoor in aanmerking zouden komen. Ook het milieubewuste, waar dat ATAP toch ook heen ten dagen naar voren is gekomen eigenlijk, komt eigenlijk ook meer en meer in het plaatje van het energiebewust bouwen, het passief bouwen.